Je kunt niet een wedstrijd ingaan en denken, ik ga eens even de sterren van de hemel spelen en ik ga er vandaag eens even 3 maken. Omdat je gewoon niet weet wat er gaat gebeuren. Je bent heel afhankelijk van andere dingen. Dat zie ik wel eens vaker bij andere sporters. Als die een aantal keer ongelukkig een balcontact hebben gehad, en dan willen ze eigenlijk gaan forceren. Omdat ze willen goedmaken voor de afgelopen paar ballen. Dat heb je natuurlijk in het verleden ook bij Fernando Torres gezien. Die bij Liverpool heel erg vanuit liefde speelde en bij Chelsea heel erg vanuit angst. Het zit eigenlijk puur tussen zijn oren. Het heeft niet eens met voetbal of sport of hockey te maken. Het is gewoon een kwestie van hoe het tussen je oren zit. En dat is hartstikke moeilijk. Daarom is het belangrijk dat als je eenmaal een bal hebt gehad, dat je die vervolgens ook weer meteen delete uit je geheugen. Want je volgende bal, die mag niet beïnvloed worden door je vorige bal. Het mag je vertrouwen geven, maar het mag je absoluut geen onzekerheid geven. Dus dat betekent dat je elke keer met de instelling naar de volgende bal moet gaan, dat je hem goed gaat aannemen. En als het moment daar is voor jou, dat je dan ook uit liefde voor het spel en uit intuïtie een actie maakt. Hoe ik het zie is dat je je mentaal moet voorbereiden, dat je weinig ballen krijgt en dat je moet proberen om elke bal zo goed mogelijk te verwerken. En ik geloof dat de basis is dat je gewoon die bal in je ploeg houdt en naar een ander oranje shirtje kan spelen. Maar als het moment daar is dat je een bal meekrijgt en je bent op snelheid en je kunt er wat mee doen, dan moet je er ook vol voor gaan en dan moet je zorgen dat die kans telt. Dat dat jouw moment wordt. En het is absoluut niet zo makkelijk gedaan zoals het gezegd is. Maar het is denk ik wel de manier om mentaal sterk te blijven in een wedstrijd.